Albers, we kennen allemaal de APK-keuring voor de auto, maar jij wil het gaan hebben over de APK-keuring voor de computer. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, de APK voor de computer die hebben wij in het leven geroepen, omdat namelijk computers heel erg onderhevig zijn aan stof, vuil, dus dan denk ik aan propellers die verstopt zitten, ventilatoren die niet goed draaien. Maar ook aan de andere kant, niet alleen dat, maar ook elektronisch, denk aan internetvervuiling zoals spyware. Malware en allerlei andere ellende. Die de computer samen met die slecht draaiende propellers in de performance belemmert. Maar je ziet het natuurlijk niet als, als gebruiker aan de buitenkant aan jouw computerkast. Nee, aan de buitenkant merk je het absoluut niet. Je merkt het echter wel aan, ja, zoals ik net al aangaf, de performance. De computer wordt traag. De computer kan soms ook een raar geluid maken of de laptop en op het moment dat je dat soort signalen ziet, dus een rammelende ventilator of een computer die er 10 minuten over duurt eer dat we een keer iets kunnen gaan doen, dan wordt het tijd voor de PC-APK. Ja, en wat kunnen jullie daar dan aan doen, wat houdt zo'n APK-keuring dan in? Ja, een APK-keuring werkt stelselmatig een aantal punten af. Wat betreft de ventilatoren, alles wordt uitgeblazen, uitgezogen en waar nodig op advies dan tegen meerwaarprijs prijs vervangen. De computerzijde, dus daar praat ik over Windows, wordt gecontroleerd op vertragende software, zoals spyware, malware. En uiteraard kijken we of hij ja, qua antivirusprogrammatuur helemaal up-to-date is. Ja, je noemde net al dat hij dus langzamer gaat draaien, dat je dat daaraan kunt herkennen. Maar kun je ja. ook zeggen van na een bepaalde tijd moet je toch wel echt eens eraan na laten kijken? Ja, we raden eigenlijk aan de PC-APK, daarom ook die naam gekozen, om dat eigenlijk één keer per jaar of uh, ja, één keer in de twee jaar te laten doen. En dat hangt sterk af van waar de apparatuur gebruikt wordt. Dus staat hij in een stoffige omgeving, is één keer per jaar geen overbodige luxe. Staat hij in, ja, in een superomgeving, in een woonkamer waar niet veel gebeurt, ja, dan is één keer in de twee jaar voldoende. Ja, en de vakantie is natuurlijk bij uitstek de gelegenheid om dat te laten doen. Wat adviseer je mensen dan ook? Nou, we hebben daarvoor dus ook bewust in de vakantiemaanden deze actie gemaakt. Dat we dus voor een vaste lage prijs deze hele controle voor u uitvoeren. En aangezien de computers in deze tijd ja, beter gemist kunnen worden. En laptops hebben we deze periode daarvoor gekozen. Ja. Dus het onderhoud van de computer is heel belangrijk. Jullie kunnen dat verzorgen. De mensen kunnen dan gewoon de computer hier naar de winkel brengen? Ja, de mensen kunnen gewoon hun computer of laptop onder de arm pakken... en hier meenemen naar de winkel. Wij zorgen er dan voor dat deze computer-APK... met enkele werkdagen netjes wordt uitgevoerd. En tevens ligt dan voor de klant onze nieuwe mij voor ze klaar.